ja, eigenlijk met één dag was ik helemaal vlot getrokken door Noortje en heb ik gewoon ja, twee volwaardige opleidingen in elkaar getimmerd. En ja, waar heel veel mensen plezier van hebben en waar ik zelf ook met plezier aan heb gewerkt. Ja, en waar ik hopelijk gewoon nog jarenlang mee vooruit kan. Mijn naam is Els Jacobs. Ik heb een bedrijf dat heet De Huishoudcoach en De Kantoorcoach. Ik help mensen thuis en op kantoor om orde op zaken te stellen, zodat ze ja, eigenlijk toekomen aan de echte leuke dingen van het leven waar het in werkelijkheid om draait. Nou, in dat kader kom ik bij mensen thuis en op kantoor en help ik ze dus administreren, organiseren, plannen, e-mailen. En ik geef daar ook trainingen over. Ik leid ook nieuwe organizers op. En af en toe komt er ook een boek uit van mijn hand over die onderwerpen. Nou, ik wilde graag een online aanbod gaan maken. Ik geef al een jaar of 10 opleidingen voor startende professional organizers die op de zakelijke of de particuliere markt willen werken. Maar bij het maken van zo'n online training liep ik eigenlijk tegen allerlei dingen aan. Ik wist eigenlijk niet zo goed hoe je videoopnames kon maken, hoe je audioopnames kon maken, hoe je een leuke studio setting in elkaar kon fietsen, of je wel of niet met scripts moest werken. Nou, eigenlijk op allerlei punten en vooral hoe je al die dingen ja, in één geheel kon integreren. En dat was de reden waarom ik besloot van nou, laat ik eens een cursus bij Noortje gaan doen. Nou, de dag met Noortje heb ik ervaren als een hele leuke en nuttige dag. Vooral omdat we heel diep op de details in konden gaan. In grote lijnen wist ik wel een beetje wat de bedoeling was en waar ik het een en ander kon vinden. Maar het waren echt de piepkleine knopjes dat je dacht, oh, moet je dat op die manier ja, met elkaar combineren? Wat maakte dat het uiteindelijk één totaalpakket werd? En wat ook heel fijn was, was dat we meteen gingen oefenen met het schrijven van een script. Ik dacht altijd, nou, zet mij voor een camera neer en ik begin wel te praten. Nou, dat werkt niet zo. Je moet echt een goede tekst hebben als basis voordat je filmopnames kan gaan maken. En dat hebben we gewoon ter plekke gedaan. En ja, toen was ik eigenlijk over de drempel heen. En sindsdien heb ik geloof al meer dan 30 lessen in elkaar gefietst. Dus het loopt als een trein. Wat het me tot nog toe heeft gebracht is, ik heb op aanraden van Noortje besloten om de online opleiding al open te zetten, ja, eigenlijk voordat alle modules waren gemaakt. Ze zei, begin nou maar gewoon en dan kun je wel on the go, kun je de rest van de modules invullen. Gelukkig wist ik natuurlijk al inhoudelijk gezien wat erin moest komen. Maar dat was een goed advies, want ik heb nou een goede stok achter de deur van al die enthousiaste cursisten die ja, graag verder willen met de opleiding. Nou, inmiddels zijn we 3 maanden verder en doen er dus al 30 cursisten mee aan de online opleiding tot professional organizer voor particulieren. En de online opleiding voor professional organizer voor de zakelijke markt is inmiddels ook in de maak. Dus het heeft al een hoop opgeleverd tot nog toe. Nou, het maken van video's is eigenlijk ja, een soort van peanuts geworden. Het is nog steeds heel veel werk, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb geen stress meer over de techniek. Ik heb geen stress meer over wat moet ik wel en niet zeggen. Ik weet nu beter hoe ik de lessen ook op elkaar kan aanpassen. Hè, zodat het einde van de ene les een soort logisch begin is van de volgende les. En ja, het is nu gewoon meters maken en afmaken. En ik heb er ook plezier in. Ja, het fijne van dat nu die online opleidingen beide dus nu bijna klaar zijn en over een maand of twee zijn ze ook echt helemaal af. Ja, dat levert me op dat ik natuurlijk extra inkomen kan genereren. En dat ik heel veel mensen die tot nog toe altijd bij mij op de wachtlijst stonden, soms wel een half jaar tot een jaar lang, ja, eigenlijk ook ja, kan bedienen. Zij kunnen nu ervoor kiezen om de online variant te doen. Dan ze, ja, op eigen gelegenheid lessen te volgen, aangevuld met avondcolleges. En ja, dan kunnen ze toch sneller starten met de opleiding en dus sneller starten als professional organizer. En dat is weer heel goed voor Nederland natuurlijk, hè? Ja. Nou, de mensen die de video's tot nog toe hebben bekeken zijn super enthousiast. Ze zeggen van, goh, het zit heel goed in elkaar. Het is heel fijn om de lessen te volgen. Ik kijk iedere keer weer uit als er een nieuwe module komt. En het is ook heel leuk dat het aangevuld is met avondcolleges. Want dan heb je natuurlijk ook nog die, ja, dat je als groep bij elkaar komt en dat ze live vragen kunnen stellen. En ja, ze vinden het een heel fijn programma om doorheen te werken. Ik heb er natuurlijk ook de nodige opdrachten bij gedaan met zelfreflectie en zelfcorrectietools. En ja, alle cursisten die gaan zo hard.
Dat ik denk, oh jongens, niet te snel. Want de laatste module moet nog af. Maar ze gaan zeker allemaal slagen. En ze volgen het allemaal met heel veel plezier. En ik doe het ook met heel veel plezier. Wanneer je aarzelt, hè, van nou, is dat video's maken wel iets voor mij en online trainingen in elkaar zetten. Of wanneer je drempels ervaart in de technische zin. Ja, eigenlijk met één dag was ik helemaal vlot getrokken door Noortje en heb ik gewoon twee volwaardige opleidingen in elkaar getimmerd. En waar heel veel mensen plezier van hebben en waar ik zelf ook met plezier aan heb gewerkt. Ja, en waar ik hopelijk gewoon nog jarenlang mee vooruit kan. En uiteraard, nu ze eenmaal staan, denk ik van, oh, ik kan eigenlijk nog veel meer dingen doen online. En dat betekent ook dat ik misschien de trainingen op locatie wat kan afschalen. Waardoor ik gewoon weer meer tijd vrij speel, bijvoorbeeld voor het schrijven van een nieuw boek. Dus ik zie weer allerlei nieuwe mogelijkheden eigenlijk. Ja, en het is natuurlijk best spannend om je video's online te zetten. En ik moet zeggen, op de salespagina kunnen mensen dus ook een stukje video bekijken. Dat vind ik nog steeds een beetje ongemakkelijk, maar anderzijds denk ik, nou ja, ik vind het zelf ook altijd heel leuk om filmpjes van andere mensen te bekijken. En je bent op jezelf natuurlijk altijd kritischer dan op een ander, maar ik krijg eigenlijk alleen maar leuke reacties terug. En mensen hebben toch het gevoel dat ze je al een beetje kennen. Dus het voelt ook wel als een soort van persoonlijke overwinning.